Thomas Verheid, hoe gaat het met je? Ja, na 14 weken geloof ik ben ik weer vol bezig. En ik voel me goed, ik voel me sterk en ik ben bijna terug. Wat voor blessure heb je precies? Ja, het is begonnen met een binnenbandje van mijn linkerknie en uiteindelijk is het naar een pees daarachter gegaan, een beetje in dat gebied. En twee keer al eerder op het veld geweest, één keer na 4 weken en één keer na 8 weken, maar 2 keer de terugslag gehad. Dat is heel zuur, maar uiteindelijk ben ik nu wel weer bezig. Ja. Kunnen we jou morgen alweer bij de wedstrijdselectie verwachten of zit dat er nog niet in? Ik had gehoopt van wel, maar ik hoor net dat ik er niet bij zit. Wel heel de week meegetraind, maar het was nog iets te vroeg volgens de medische staf, dus helaas. Nog 1 weekje geduld? Nog 1 week geduld. Volgende week maandag spelen we geloof ik, dus ik heb nog een dag of 10. Kijkend naar het seizoen tot nu toe, hoe heb jij dat eigenlijk beleefd, voornamelijk dan vanaf de zijkant? Ja, dat is moeilijk natuurlijk. Als je nieuw bent wil je graag spelen. Maar ik moest me iets schikken in mijn rol. En dan zit je vanaf de zijkant te kijken inderdaad. Zie je hele goede wedstrijden met mindere wedstrijden. En ik denk dat we thuis tot nu toe het heel goed doen. Nu is het ook zaak om uit de punten te gaan pakken. En daar gaan we alles aan doen. Maar morgen eerst thuis tegen Den Bosch, ja. Je noemt denk ik eigenlijk al waar het euvel zit, want thuis heb je nagenoeg alles gewonnen. Als je uit ook wat meer punten had gepakt, had je echt bovenin meegedaan. Is het verklaarbaar, dat verschil tussen uit en thuis? Nee, dat weet ik niet. Het is ook wel dat het net een paar keer net pech ook was, denk ik, in de laatste minuten dat je weggeeft. Maar waar het aan ligt, weet ik niet. Maar het is wel zaak om dat om te keren als je bovenin mee wil draaien. Ja. Morgen dan Den Bosch, je bent er zelf nog niet bij, maar wat voor wedstrijd verwacht jij? Nou, ik verwacht weer dat wij dominant willen zijn. Den Bosch is wel een goede ploeg, denk ik. Best wel goede spelers. En ik denk dat wij gewoon als wij ons ding doen, dat we wel resultaat kunnen halen. Dus laten we gewoon de goede lijn doortrekken. En dan ga ik gewoon vanuit dat we 3 punten halen. Dan kan het wedstrijd 13 worden dat jullie op rij ongeslagen zijn in eigen huis in competitieverband. Ja, dat is een heel mooi aantal. Dus laten we maar vergaan. Dankjewel, veel succes. Yes.